Ja, absoluut. Een prachtig initiatief. We werden benaderd een aantal maanden geleden over een lokale statiegeldactie. Het is eigenlijk heel makkelijk. U kunt hier op deze manier de fles inleveren. En het gaat allemaal tegenwoordig gaat allemaal digitaal. Dus geen bonnetje meer in een statiegeldbox. U drukt hier op donatie. En op oké. En zo snel is het gedoneerd. En de mooie actie vanuit Coop Hoofdkantoor is... het uiteindelijke bedrag wordt door Coop zelf verdubbeld. Je houdt die actie om geld in te zamelen voor mensen met kanker. Voor mensen met palliatieve zorg. Want onze doel is eigenlijk, of onze slogan... leven toevoegen aan de dagen waarin dagen meer aan het leven toe te voegen zijn. En we hopen natuurlijk allemaal dat kanker op een gegeven moment genezen is. En dat het niet meer nodig is om, goed, om ziek te zijn. En daar, tot zolang samen we dus nog geld in. Het belangrijkste is niet het lopen, maar het belangrijkste is het doel. Dus voor de palliatieve zorg. En dan gaan we gewoon door met acties. Dus met onze lodenverkoop. We zijn de volgende op Facebook. Daar staan ook de lodenverkoop op. Maar zeker nu is het belangrijk om door te gaan. Ja. Dat is de belangrijkste reden natuurlijk, de mensen met kanker. Ja, want de loop gaat niet door, dat wordt ergens in oktober, heb ik begrepen, hè? Ja, dat wordt in oktober. Dat is niet helemaal nog zeker, hè? Dus je kan er nog niet alles over zeggen. Nee, maar we hopen natuurlijk wel. Het is moeilijk in deze coronatijd. Maar ik hoop dat hier ook in Almelo heel veel mensen hun flessen, hun statiegeld zullen doneren aan de Almelopers. Ja, dat is natuurlijk te hopen dat, ondanks de corona, dat we dus gewoon nog heel veel geld in kunnen zamelen voor het doel wat we het eigenlijk voor doen. Dus ja, en daar, inderdaad, het is nog weinig te zeggen of de überhaupt de roeperen doorgaat, de loop. Maar ja, net nogmaals, daar doen we het dus niet echt voor. Het is een team van 8 lopers, 4 fietsers, 2 chauffeurs en heel veel mensen met vrijwillige mensen zoals fysiotherapeuten, sportverzorgers, de catering. Ja, maar die zetten zich nu ook allemaal natuurlijk nog in. Om waar het voor gaat, geld inzamelen voor de mensen met kanker. Ja, want zelf ga je mee als... Ik ga zelf mee als sportmasseur. Dit is de derde jaar dat ik meega. En het is zo ontzettend mooi en zo ontzettend dankbaar. Om te zien hoe ontzettend veel mensen zich hiervoor inzetten. Hoeveel vrijwilligers daar meedoen. Het is enorm. Het is ontzettend mooi. En voor een goed doel. Daar doen we het allemaal voor. We kennen helaas... Iedereen kent wel iemand helaas met kanker. Je gaat heel goed. Ja. Mensen, even opzij. Even opzij. Het gaat automatisch. En daarbij wil ik nog even zeggen, ook de Coop aan de Apollolaan hier in Almelo doet mee. En de Coop in Albergen doet ook mee met deze statiegeldactie. Dus onze 3 winkels, het geld wat daar wordt opgebracht in de periode van de eerste 3 of 4 maanden van 2021 aan mijn hoofd. Dat gaat allemaal naar de Almelopers hier in Almelo.